Wat wij hier zouden willen doen is een project van de grond brengen waar mensen wonen die milieuvriendelijk willen bouwen, duurzaam willen bouwen en ook het moderne noaberschap met elkaar willen uitvoeren. We willen ongeveer 30 wooneenheden realiseren en qua leeftijd willen we alle leeftijden graag hebben. Jong, oud, alleenstaand, samenwonend, gezinnen. En dat is waar we voor staan op dit moment. Nou, er zit een stuk grond bij, dus dat wordt de gemeenschappelijke tuin. En die zullen we met elkaar moeten gaan vormgeven en onderhouden. Dus dan kun je denken aan een boomgaard, je kunt aan een moestuin denken, een kruidentuin en bloemen natuurlijk. Kan ook gespeeld worden? Kan ook gespeeld worden, ja zeker. Nou, milieuvriendelijk wonen en bouwen, wat houdt dat dan in voor de stichting? De vereniging Mens en Milieuvriendelijk Wonen Almelo, wat houdt dat nou in? Nou, je kunt aan verschillende dingen denken. Sowieso zonnepanelen, die staan hier op het Indiëterrein ook al veel meer. En je zou kunnen denken aan lemen muren gevuld met stro, natuurlijk, strobalen. Je kunt denken aan het zelf filteren door middel van riet van het afvalwater. En, auto's die je in gemeenschappelijkheid kunt gebruiken. Dus we produceren dan natuurlijk ook elektriciteit om die auto's te kunnen voorzien. Of elektrische fietsen en dergelijke. Een wasruimte is wat we ook in de planning hebben. En een droogruimte waar je je was kunt drogen. En een gemeenschappelijke ruimte om dingen te doen met elkaar. Of als je eigen huis te klein is om een familiefeest te houden, dat je het daar kunt doen. Of als je er een concert wilt organiseren om van buitenaf ook mensen uit te kunnen nodigen.